Dan ga ik het woord geven aan mevrouw Bezaan van de PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben een motie vreemd in zaken het naammonument Zandvoort. Gezien het feit dat de dodenherdenking op 4 mei met rassenscheden nadert. En daarom wil de PVV samen met de fractie van 50PLUS Partij voor de Ouderen graag aandacht vragen voor de volgende kwestie. In de Tweede Wereldoorlog zijn van de 550 Joodse inwoners van Zandvoort en Bentveld en meer dan 300 op een beestachtige wijze door de nazi's vermoord. Deze mensen hebben geen eigen graf. En omdat het oude monumentje, in de volksmond spottend vanwege de afmeting het Ziggo-kastje genoemd, geen recht doet aan wat er met de Joodse gemeenschap in Zandvoort is gebeurd, is de Stichting Joods Monument Zandvoort al jaren bezig om een namenmonument te realiseren. Op dat monument zullen de namen van alle 300 vermoorde Joodse inwoners worden vermeld. Voorzitter, zolang je naam genoemd wordt, word je niet vergeten. Dat hoort bij de traditie van het Jodendom. De onthulling van het monument zou moeten plaatsvinden op 4 mei aanstaande. Via diverse sponsoren en de gemeente Zandvoort is meer dan 70.000 euro opgehaald. Maar door de lange voorbereidingstijd en gestegen prijzen is er helaas een tekort van 10.000 euro. De stichting heeft de Staten daarom een brandbrief gestuurd die op de C-agenda van de eerstvolgende commissie EFB staat. Maar vanwege de tijdsdruk wil de PVV niet wachten tot 22 april en de Statenvergadering van 17 mei aanstaande. De coronacrisis bemoeilijkt het voor de stichting om bedrijven te vinden die een sponsorbijdrage kunnen leveren. Omdat de provincie Noord-Holland verleden jaar een bedrag heeft geschonken aan de stichting in het kader van 75 jaar vrijheid, zou onze fractie graag zien dat het college de stichting probeert. Zou onze fractie graag zien dat het college de stichting probeert te helpen. Dat zou kunnen door te kijken naar nog niet juridisch vastliggende gelden in het huidige provinciaal cultuurbeleid. Of door samen met de stichting te kijken naar mogelijkheden hoe het provinciale netwerk en communicatiekanalen gebruikt kunnen worden om de stichting te ondersteunen, mocht er onverhoopt geen financiële ruimte zijn binnen het provinciale cultuurbeleid. Daarom een motie met het volgende dictum. Roept het college op om zo snel mogelijk te onderzoeken binnen het huidige provinciale cultuurbeleid, inclusief de reserves, waar eventuele financiële ruimte ligt om de stichting tegemoet te kunnen komen in zaken het tekort van 10.000 euro. Als er geen financiële ruimte ligt in het huidige provinciale cultuurbeleid, te kijken naar mogelijkheden hoe het provinciale netwerk en communicatiekanalen gebruikt kunnen worden om de stichting te ondersteunen het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Bezaan. Mevrouw Bezaan van de PVV. Ga ik nu naar binnen halen. Ja, voorzitter, ik wilde een stemverklaring afgeven bij motie 32. Ja, dat is de Stichting Joods Monument. Ja. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, het is bijzonder spijtig dat onze gedeputeerde niet op de hoogte is van de geschiedenis en de regionale meerwaarde van dit monument in Zandvoort. De gedeputeerde weet blijkbaar niet dat Zandvoort, net als andere kustplaatsen die ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, net als andere kustplaatsen, deel uitmaakte van de Duitse verdedigingslinie. In de volksmond stonden deze bekend als NSB-bolwerken. Over regionaal effect gesproken. En dat dit regionale effect mede de oorzaak is van de slachting onder de 300 Joodse inwoners van onder andere Zandvoort en Bentveld. Onze fractie zal uiteraard voor deze motie stemmen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Bezaan.